Welkom bij deze introductieopname van de versnelde draak van schaakopening essenties. We willen je kort laten zien wat de belangrijkste kenmerken zijn van deze opening, zodat je een goed overzicht kan hebben of dit een opening is die jou aanspreekt. En die opening die ontstaat na E4. We zullen later zien wat andere zetvolgordes kunnen zijn. Wij spelen Siciliaans met zwart. We kunnen hier G6 spelen, maar paard C6 is de meest gebruikelijke vorm. D4, CD. En dit is de versnelde draak. En om te weten hoe we aan die naam komen, zullen we eerst nu naar de draak. Dat is de grotere broer van de versnelde draak. En die begint met deze set. 2D6. Een 2D6, D4, CD, paard C6, paard C3, G6. Dit is de drakenvariant, of de draak. Dat is nogmaals de grotere broer van de versnelde draak, want de versnelde draak is een reactie geworden op de versnelde draak. En ik laat je zien waarom men de versnelde draak is gaan spelen. Om iets te vermijden uit de drakenvariant. En dat is dit. En wit kiest hier een hele agressieve opbouw. De meest agressieve zet, lopen C4. En deze variant, in de drakenvariant, heet de Joegoslavische aanval. En die is levensgevaarlijk, voor beide partijen overigens. En nog een paar zetjes. En hier zet ik hem stop. Dit is een soort rollercoaster. Beide partijen zitten nu in een soort zettenreeks die ze heel goed moeten onthouden. Het gaat hier niet meer over begrijpen, het gaat echt over onthouden. En dit is kenmerkend voor de draak, voor de drakenvariant. En dat is nou waar net de versnelde draak op wil reageren. Die heeft geen zin in deze geforceerde zettenreeks. Terug naar onze set. Paard C6. D4, CMD, G6. Versnelde draak. Een van de zetten is C4, daar zullen we zo over komen te spreken, dat heet de Maroxi. Paard C3, en laten we eens kijken als wit op de Joegoslavische aanval aanstuurt uit de drakenvariant. Laten we even kijken, korte rokade is niet verplicht. We zullen je later ook laten zien dat dame A5 een hele goede optie is. En als de witspelers hier dan dame D2 doen, wat heel veel voorkomt onder clubschakers, dan kan je hier een pion toucheren. Dat is hier meteen klaar. Huh, zal ik zeggen? Ja, ik zie wel dat paard keer E4 niet zo handig is, want dan ben ik een pion kwijt. Maar ik kan toch op C6 slaan? Ja, maar als je goed kijkt, dan is dame C3 uiteindelijk winnend voor zwart. Hij blijft uiteindelijk een pion voor. Dus in die versnelde draak zitten heel veel listen en lagen, heel veel valstrikken. Dame A5 is een hele goede set. Dat is een van de zetten waar we op terug zullen komen. Korte rokade. Loper B3. En nu gaan we weer terug naar de Joegoslavische aanval. Maar hopelijk zie je het verschil. En wat is dat? Heel klein, maar heel subtiel. Wit heeft loper C4, loper B3 gespeeld. En daar gaan we nu gebruik van maken. Wit stuurt nog steeds aan om op lange rokade en met H4 jou naar de strot te vliegen. En daar zit het verschil. Paard keer D4, loper D4 en B5. En dat is de grote ontdekking die de zwartspelers hebben gedaan. Onder andere Giri met zwart, die vorig jaar won tegen Vashela Kraaf in een fantastische partij. En daarom maakt ook deze opening voor zwart dit ongelooflijk speelbaar. We kunnen dus gebruik maken van de Joegoslavische aanval als het ons uitkomt en wit loper B3 heeft gespeeld. Goed, dat is over paard C3. Daar is veel over te zeggen. Laat ik iets vertellen over C4, de Maroxi. Dat is heel erg overschat. En dus werd de versnelde draak onderschat. Als we dachten dat we C4 konden spelen, dachten we ongeveer dat we het punt konden noteren. Nou, niets is minder waar. Inmiddels, na de jaren 80, zijn we een beetje beginnen door te krijgen dat zwart tegenspel kan ontwikkelen. En dit is een van de varianten die we je zullen laten zien. Dit is de hoofdvariant. Wit heeft hier meerdere zetten, dat spreekt voor zich. Maar dit is waar we je op zullen laten aansturen. Deze variant. Hele populaire variant. Nou, dat is vele malen gespeeld, ook vanaf de jaren 80. Niks nieuws onder de zon tot zover. Deze set, om B4 tegen te gaan. Solide opbouw. En hier toren B met bedoeling A3, B4. En om deze set gaat het eens. Het idee is van zwart om met loper E5 de zwakke pion op D6 te dekken, maar ook met F5 en dame H4 eventueel
agressiviteit te ondernemen op de Koningsvleugel. Ik laat je een klein voorbeeld zien van een partijtje wat onlangs gespeeld is. Tussen John Nunn, een hele sterke grootmeester uit de jaren 80 en 90, die toen hij met pensioen was, toch nog een partijtje speelde tegen Greenfeld. En dat partijtje ging als volgt. En ik vind het illustratief omdat het een van de valstrikken is waarin wit kan inlopen. Het duurt heel kort. Logische opbouw, druk tegen D6. Meteen een fout. Dat is de eerste fout die wit al maakt. Dame H4. F4, ja, wat moet je anders? Na G3 heb je een dubbele aanval op F3 en op C3. En het is hier mis. Kan wit ook opgeven. Nun doet het zo. Hij moet het gezien hebben. Dat kan niet anders. Hij moet gezien hebben dat hij hier een pion verliest. Maar hij moet gedacht hebben, ik krijg hier toch aardige compensatie met wit over die zwarte velden. Maar het is een illusie. En kijk hoe snel dit uitgaat. Tori heeft een hele sterke set. Nou, het ziet er op zich nog wel aardig uit voor wit. Maar het is uiteindelijk niks. En het is om deze set. Die E-lijn die blijkt een enorm groot probleem te zijn. En dit is de laatste fout die Nun maakt in deze partij. Want met E4, loper F4, ziet er allemaal nog aardig uit. De pion D6 is zwak, maar het gaat niet meer over zwaktes. Het gaat over tactiek. Hier gaf Nun op. Paard G3, want toren E2 is dodelijk. En daarmee laten we zien dat de versnelde draak ook tactisch zijn mannetje staat en heel veel tactiek biedt. Wat ik je wil laten zien is dat de versnelde draak via heel veel zettenvolgordes gespeeld kan worden. Ook uit de D4. Wie koningsindie speelt, bijvoorbeeld zo, die kan met na paard F3 de versnelde draak proberen na te streven. C5 in plaats van E5. En als wit kort zitten we hier in de versnelde draak. In mijn variant, die ik graag speel met wit, kan je de semis, kan je de versnelde draak nastreven, C5. Dit is de hoofdvariant. En dan hier gewoon pakken. En we zitten weer in onze variant. Wie de Wolga of Benoni speelt, en de witspeler speelt die paard 3, hij schuift niet door, kan op weg naar de versnelde draak. Dus veel mogelijkheden, zelfs in het Engels, C4, C5, ook naar de versnelde draak. Dus het biedt een enorme rijke hoeveelheid aan zetvolgordes, waardoor deze opening vanuit meerdere openingen op het bord kan komen, wat jouw kansen vergroot om dit op het bord te krijgen. We zullen in onze opnames, zoals je gewend bent van schaakopeningen sessies, in onze gestructureerde aanpak het in 4 stappen aanreiken. En het eerste is dat we beginnen met strategische thema's. En daarin leggen we je uit wat de terugkerende patronen zijn van deze opening. En daar begint eigenlijk alles mee. Eerst echt het begrijpen van de opening. Dan zullen we je de belangrijkste varianten laten zien. En we gaan geen volledigheid nastreven, maar we laten je echt alleen zien dat wat echt nodig is. Zodat er geen te zwaar beroep wordt gedaan op je geheugen. Van belang is, en dat is onze derde aanpak, dan onze derde stap moet ik zeggen, is dat we je oefenopgaven geven, zodat je echt kunt toetsen of je de materie begrepen hebt. En als vierde reiken we je modelpartijen aan, zodat je zelfstandig door de materie heen kunt lopen. Heel veel succes, hopelijk met de versnelde draak.